Het Nijmeegse bedrijf Eco Plus Bouw heeft de Cirkel gewonnen. Een prijs voor bedrijven die circulair, oftewel duurzaam, werken. Die prijs is in het leven geroepen door netwerkorganisatie RVN Ed. Bouwbedrijf Eco Plus Bouw werkt met natuurlijke materialen. Directeur Patrick Schreven vertelt waarom ze dit doen aan de hand van de levensloop van een boom. Die boom die begint als een zaadje, dat groeit uit tot een boom. En op het moment dat je hem omzaagt en je plant weer een nieuwe boom, groeit weer een nieuwe. Je kunt zeg maar elk onderdeel van die boom kun je vervolgens gebruiken als bouwmateriaal. Bijvoorbeeld je maakt een balk en die balk kun je dus in een huis gebruiken en zolang het huis er staat... Gebruik je het hout op de goede manier? Nou, als je die balk op een gegeven moment een keer uit het huis haalt, kun je hem bewerken tot een plank of er iets anders van maken. Kun je het een tweede leven geven. En aan het eind van zijn levensduur kan die nog een keer verzaagd worden tot spaanders. En kan het als brandstof dienen voor een kachel of zo. En alles wat er overblijft kan weer terug de natuur in. En dient vervolgens als grondstof om nieuwe gewassen te laten groeien. En dan is eigenlijk de kringloop compleet. Dus in 30 jaar tijd is er weer een nieuwe boom gegroeid. En zo kun je maar door blijven gaan. Zonder dat er een schaarste aan die grondstof ontstaat. Het hele gebouw kan van gerecyclede materialen gemaakt worden, behalve de fundering. Alleen als je kijkt zeg maar, naar het totale gebouw, hè, als we een woning realiseren, dan is de fundering vaak van beton. En de isolatie om de fundering heen, dat is dan van EPS, van piepschuim. Waarom? Omdat onder de grond je isolatiemateriaal moet gebruiken wat niet aangetast kan worden door nattigheid. Want anders zou het vergaan en dan zou het niet meer isoleren. Dus zeg maar, onder de bodem, onder het maaiveld om zo te zeggen, is het lastig om daar die biobased materialen te gebruiken. Het bedrijf heeft ook gewonnen omdat het slim omgaat met banen. Die worden opgedeeld in kleinere functies die bijvoorbeeld ook uitgevoerd kunnen worden door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit heet job carving. We zijn heel erg gecharmeerd van hun M-Home concept. We zijn bijzonder geïnteresseerd in de manier waarop zij bijvoorbeeld de projecten op het moment in Nederland hebben gedaan. Met de manier van bouwen die grotendeels eigenlijk in een fabriek kan plaatsvinden. Wat ook weer heel veel mogelijkheden biedt voor job carving. Nou, we hebben het vandaag al vaker gehoord. Handjes zijn best moeilijk te krijgen. En jobcarving zien wij ook weer als een mogelijkheid om meer handjes, want er staan nog steeds mensen aan de zijlijn, om die dan toch in dit proces betrokken te krijgen. Dus wij zien daarin in Eco Plus Bouw eigenlijk een heleboel elementen van goed omgaan met mens en milieu. En dus wij hebben de prijs, de Cirkel Rijk van Nijmegen 2021, dit jaar met veel plezier aan Eco Plus Bouw uitgereikt. Schreven is natuurlijk blij met de prijs en hij heeft een missie. De prijs vertegenwoordigt waar wij voor staan. We willen laten zien aan de rest van bouwend Nederland dat circulair bouwen gewoon iets is wat normaal moet worden, waar iedereen mee aan de slag moet. En nou ja, we proberen al jaren door het te doen, te laten zien dat het kan. En nou ja, dan is deze prijs echt een kroon op ons werk.